Ik vind Sadio Blauw brutaal. Hij is niet onze gesprekspartner. Dit zei vicepresident van de Republiek Suriname, Ronnie Brunswijk, vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers. Suraj Sadio Blauw, voorzitter van Meldpunt Wanica, gaf in een interview aan dat de ABO-VHP klein probeert te krijgen met haar grondbeleid. De vicepresident ging hierop in. Dus in ieder geval, ik heb ook gisteren hebben die kinderen gewezen, maar ik vind hem brutaal. Sadio Blauw is geen gesprekspartner. De president is daar. En als de president dat weet dat iets gebeurt, wie is Sadio Blauw om dat te komen zeggen? Ik vind dat hij zijn plaats moet kennen. We dealen niet met Sadio Blauw. Maar dergelijke uitspraken, waarvoor zorgen dat? Maar dat zijn die dingen die door VAP, binnen VAP wordt gezegd. Dat wordt door iemand anders geuit. Ja, en wij accepteren die dingen niet. Laat Sadio Blauw als hij lef heeft, laat hij me komen vertellen. Hij kan niet gewoon praten over ABOP, laat hij praten over VAP. Ja, ze hebben hun ministerie, dat is vanaf het begin. Wanneer je regering gaat formeren, jullie gaan samenwerken om een coalitie te vormen, dan worden die posities verdeeld. Ja, en als gaandeweg de rit, ze hebben gezien dat ze verkeerde ministerie hebben genomen, en hij had niet dat hij naar ABOP hebben ministerie voor GBB, dan moet je beter hebben gedeeld. Ja? Laat ze met ons met rust laten op onze ministerie. Ja, want ik ga niet naar Defensie, ik ga niet naar Volksgezondheid, ik ga niet naar OW om daar te eisen dat ik dat ook wil. Ze asfalteert toch ook welke wieken ze willen? Ze geven visvergunning aan wie ze willen? Gaat ABOP daar bemoeien? Dus laat ze gewoon rustig wachten tot volgend jaar als ze... Trajari heeft dan denk ik aan het ministerie, dat doet dat niet. Maar nu is het ministerie niet onder hun beheer. Ja? En wij geven aan alle Surinamers die behoefte heeft. Het kan niet zo zijn dat, omdat je dan stuur je brieven, dit moet afgehandeld worden. Het gaat niet zo. Dus in ieder geval is daar de minister die daar is, die weet precies hoe en conform de richtlijnen hoe zij... Dat moeten we aanpakken. Kinsa, jullie welkom ons de les voorlezen. Dank u wel. Ja, maar bent u van het oordeel, heer Brunswijk, dat er te veel uitholling van dat ministerie plaatsgehad? Ja, natuurlijk. Nou, niet alleen dat ministerie. Je ziet dat overal willen ze hun mensen hebben. Ja? En elke keer moet iemand van de VAP daar zijn. Iemand van de VAP. Ja? Waar, de president is toch daar? Hij geeft toch ook instructie? Daar moet er speciaal nog één persoon daar gaan. Ik ben ook al moe van zulke zaken. Elke keer, dat moet ik gewoon interessant. Maar in ieder geval is het goed. Ik ben aan het ministerie toch. Elke keer weer bij ABOP, nu bij sociale zaken. Alle sociale projecten moeten naar hun. Al dit moet naar daar, TCT, alle dingen moeten naar hun. Waarom willen ze niet alle... Laat ze het hele ministerie direct nemen toch, dan is het klaar.